Ik zat trouwens lekker even lekker te googlen. Op, gewoon op Google natuurlijk. Ja, logisch. Maar, en dan zag ik dit. Dat is toch een... Nou, leuk dat je kijkt naar de Gloedeel vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En vandaag stormt het heel erg. Ik weet niet of jullie kunnen horen zo. Maar van nu mee nog. Af en toe. Oh, wacht, misschien hier. Nou, ik ga nu maar naar beneden toe. En door de heftige wind toe. Want ja, het is een beetje irritant dat het heftige wind is. Dus ik ga nu maar even gewoon even klaarmaken om nou ook naar werk te gaan. En eigen werk naar Kim toe. En de kleine is boven. Op mijn vaders kamer. Wat doe jij hier? Ja, ik ga even die kat pakken en dan ga ik naar beneden. Ja. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. Nou, ik heb een stukje trouwens een filmpje gekeken op YouTube. Dat ging over Sint Maarten. Dat alle YouTubers gingen zingen voor Sint Maarten. Jullie zien nu een stukje. Van nu was niet eerder zo klein. En ik besef, ik had daar kunnen zijn. Maar ik ben hier in Nederland, bij ons gaat het goed. En juist daarom weet ik dat dit moet. Want het is wel ver weg, maar het voelt zo dichtbij. En daarom wil ik er juist nu voor je zijn. Ik geef om jou. Je bent niet alleen, we zijn er voor jou. Je komt hier doorheen. Ik geef om jou, we staan voor je klaar. Ook al zijn we nog hier, met mijn hart ben ik daar. Ja, en ik wil er gelijk bij zeggen, wij zijn Enzo Knol. Ik zie Milan wel staan, maar Milan, Enzo Knol en StukTV waren niet bij. Dat al grote YouTubers. Dat vind ik best wel vreemd. En Kwebbelkop is ook niet bij, zie ik. Maar ik zie wel Kalfijn, Smor, weet het, die leraar van de school, maar ik weet niet zijn naam niet meer, maar die is er ook bij, zag ik. Dat is heel apart waarom die niet bij zijn. StukTV en zo. Maar ja. Oké, okay, dat... Milan en Enzo Knol allebei niet zijn, oké. Maar dat Milan en Enzo Knol niet is, is wel apart. Milan is er wel, maar Enzo Knol niet. Vind ik heel vaag. Maar ja, dus ik ga dadelijk even lekker door de hele erge wind die jullie nu buiten zien. Dus laten we maar gaan, hè. Dadelijk door de wind. Ik laat zo wel dadelijk zien als ik onderweg naar mijn werk ben. Ik zat trouwens lekker even lekker te googlen. Op, gewoon op Google natuurlijk. Ja, logisch. Maar, en dan zag ik dit. Dat is toch geweldig als je dit bericht ziet staan. Of gewoon op Warningsveen's website. Waar kan je dat vinden? Op www.onswarningsveen.nl. En jullie horen het denk ik wel dat het heel heftige wind is. Ja, wat ik al heb verteld. Dat heel heftige wind. Ze komen op woensdag. Het is vandaag woensdag. De... 13e, als ik goed zeg. Ja, woensdag 13e. Dus, maar ja, ik ga er maar door de heftige storm lopen. Maar gelukkig regen niet, dus ik hoef deze paraplu niet nodig. Maar laten we snel maar naar mijn werk gaan. Ik laat dadelijk wel lekker windbeelden zien. Ja, laten we gaan. It's all about house music.
vanavond is de allerbelangrijkste wedstrijd van vanavond. Feyenoord City. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen eigenlijk, Feyenoord City. En ik ben nu ook onderweg naar Kim, letterlijk klaar met werken. En, maar er kwamen best wel vandaag veel mensen naar me toe op werk. Van, hey, jij bent toch de vlogger van Dagen van Patje? Ik zeg ja. Maar ja, het is wel leuk om te zien dat mensen naar me toe komen ervoor. Maar ik ga nu richting Kim toe dus, wat ik al zei. En dadelijk ga ik even een potje voetbal kijken. Feyenoord City. Dus laten we snel wat gaan richting Kim's huis. Dus ja, let's go. Nou, ik ben nou een tijdje thuis en ik ben alleen nat geregend en ik heb weer een fiets van Kim geleend. Dus jullie zien me morgen weer op de fiets van Kim. En wat ik ook nu wil zeggen is dat ik volgende week ga afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog allemaal leuk hebben gevonden. En zoals jullie allemaal hebben gezien, heftige wind. Ja, maar ja. Wat ga ik morgen allemaal doen, dat gaan jullie al morgen zien. Dus ik ga nu lekker mijn bedje induiken en lekker slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog allemaal leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe eens zo'n blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet al geabonneerd op Kim, zou het tof zijn. Hey, als je hier beneden op Kim abonneert, ben je nog niet op mij geabonneerd, zou het tof zijn. Als je hier beneden ook abonneert op mij. En Kim's beneden staat in de beschrijving. En wat ik wil zeggen is, veel kijkers in de nieuwe vlog, zeg ik hierbij. Laters!